Laat mij vertellen van de zotte van Gravendam en de heilige graal. Zo kort voor de Pasen is het belangrijk om te spreken van de heilige graal. De heilige graal is aangekomen in Gravendam, het middeleeuwse stadje in Archeon. En dit verhaal, wat ik ga vertellen met de Pasen, dat heet de zotte van Gravendam en de heilige graal. Maar om het over de heilige graal te hebben, dan moeten we even terug de geschiedenis in. We moeten het hebben over Ari en Thea, precies. Die waren op vakantie, Ari en Thea. En iedereen was er verbaasd over dat Ari iets met Thea kreeg. Want Ari was toch een beetje een klungelaar, dat weten we toch. Maar Thea, die had wat in de mars. Ari kreeg wat met Thea. En sindsdien spreekt iedereen het altijd over Ari met Thea. Natuurlijk. Dus Ari met Thea, die kregen een zoon en dat was Jozef. Nou was Jozef lang geleden op vakantie. En hij was toevallig bij het laatste avondmaal. En daar wist hij een prachtig glas waaruit gedronken werd achterover te drukken. Jozef van Arimathea. En later heeft hij ook nog wat bloed opgevangen. Ja, ik wil dit verhaal niet belachelijk maken natuurlijk. Maar toen Christus aan het kruis hing, zo wordt er, zo vertelt de overlevering, toen heeft Jozef van Arimathea in een glas de heilige graal wat bloed opgevangen. En sindsdien is deze beker een graal die wonderen verricht. En deze graal, die verschijnt zomaar overal. En deze graal is aangekomen in Archeon. Maar de zotten van Archeon maken er een zootje van. Maar gelukkig is er de heilige graal. Zo zullen we zien dat er meerdere mensen uit de dood herrijzen. Kom luisteren naar het verhaal van de heilige graal en Jozef van Arimathea.